Amstelhoven is het centrum van de protestantse kerk en de diaconie Amsterdam. Al sinds de 17e eeuw werken kerk en diaconie hier samen met andere organisaties aan een barmhartige en rechtvaardige samenleving. Het gaat daarbij om helpen waar geen helper is. Zorgen voor mensen voor wie niemand anders opkomt. Dit is absoluut wat er nu aan de hand is. Ja, ja. Er is hier een actie aan de gang waar geen enkele helper meer aan het helpen is. En door hier deze actie te voeren, hopen we dat de plakkaat hier aan de wand dan ook weer gewoon realiteit gaat worden en niet alleen platte tekst is. Dit is NRC Next van dinsdag 4. Zij doen het gewoon. En wat doen ze nou? Illegaal illegale helpen. Veel Nederlanders doen dat, want regels zijn niet altijd regels. Kortom, dit zijn mensen die hun nek uitsteken en proberen iemand onder dak te brengen. Wat we beogen nou met een kleine actie is om hier in de tuin toch een tent op te richten. Die staat daarachter. En ik heb daar een bordje bij geplaatst. De kerk slaapt buiten. Want het is niet zo dat iedereen lekker onder dak is in Nederland. En zelfs de Jezus die sliep vaak ook buiten. En had daar... Je hebt dat zelf ook nog tot zijn lijfspreuk gemaakt. Ik heb geen steen om mijn hoofd neer te leggen. De zeven werken van barmhartigheid zijn hongerigen te eten geven en dorstigen te drinken. Vreemdelingen herbergen, naakte kleden, zieken en gevangenen bezoeken en de doden begraven. De werken zijn ontworpen door Tineke Smit. Dus over deze zeven werken van barmhartigheid. Eigenlijk, ik zie het zo, er is een tent gemaakt. Maar ze zijn ook bedekt. Want uiteindelijk zijn ook dat loze beloften, platte woorden. Lege beelden. Dus dek het maar af. Hè? Maak er maar een tent van. En dan begin je uiteindelijk de hongerigen te eten geven, de dorstigen te drinken, de vreemdelingen te herbergen. Dit is onze herberg, welkom in onze herberg. Nu slapen we vannacht met een paar uitgeprocedeerde mensen. En we hopen dus dat de diaconie daar ook een begrip voor heeft. Dat er een opvang komt voor mensen die niet alleen voor een paar nachten geholpen moeten worden, maar zelfs een hele winter ergens kunnen blijven. Dus dat is ons voorstel. We willen daar ook met een kleine delegatie vluchtelingen met het bestuur over praten. Wat is die motivatie? Nou, waarom ik deze actie bijvoorbeeld doe, is omdat ik dus die twee Eritrese Ethiopische jongens ben tegengekomen. En die ik niet op straat kan laten rondlopen, dan worden ze ook waarschijnlijk gearresteerd of ergens vastgezet.
we aansluiten bij de mensen in Ter Apel, de 300 uitgeprocedeerde Somalische mensen. Ik weet alleen dat dit goed is en dat je ons als mens altijd moet helpen. Als je ziet dat er hulp nodig is, mag je niet wegkijken. Waarom niet? Waarom niet? Omdat je dan jezelf verloochent, omdat je dan een bepaalde menselijkheid niet meer in praktijk brengt, omdat je weet dat je je af hebt gekeerd van een mens die om hulp vraagt. Nou, dat lijkt me toch wel de zwaarste overtreding die je als mens kunt maken. Ja, dat zit nou eenmaal in me. Mijn vader die heeft me het goede voorbeeld gegeven. Die heeft Joden verborgen in het ziekenhuis, in zijn ziekenhuis. En als er één mens is die ik zo, nou, waarvan ik hardop durf te zeggen, dat is een mens en bijvoorbeeld ook een arts die zijn eed van Hippocrates serieus neemt. Want een mens in nood, ik heb gezorgd, daar ga, of ik heb getekend, daar ga ik voor zorgen. En ik geloof dat, ik weet het niet of er nou meer tenten bij moeten komen. Of ik geloof dat er een actie voorbereid wordt om in ieder geval met de diaconie te gaan praten. En te zorgen voor een warme plek en een dak boven het hoofd. Voor ieder mens die hier in Nederland verblijft, legaal of illegaal. De situatie is dat ze hebben geen, normaal gesproken weinig kans, omdat ze niet door de IND aangenomen zijn. Hè? Ze zijn uitgeprocedeerd, heet dat. Ze hebben allebei 8 maanden in de gevangenis gezeten. In vreemdelingenbewaring. En dan word je dus geklinkerd, heet dat. En dan sta je ineens op straat. Zij riskeren veel meer natuurlijk. Wat? Opnieuw misschien in gevangenschap gezet worden, terwijl de enige misdaad die die mensen hebben begaan is hier naartoe te komen. Dat lijkt me een beetje vreemd toch, dat je mensen gaat opsluiten alleen maar omdat ze het hebben gewaagd hier naartoe te komen om veilig te zijn. En net zoals wij allemaal hier een leven in veiligheid willen opbouwen. Ik weet niet. Ik heb mensen ontmoet die hier als jongeling zijn gekomen en alle, die nu tegen de 40 lopen. En on en of 12 jaar lang achter de tralies hebben doorgebracht. Alleen maar omdat ze ongewenst vreemdeling zijn. En nog steeds geen verblijfstatus hebben. Nou, dat is toch bizar? Vind ik bizar. Schamen dood. Echt. Ja, ik vind dat Nederland eigenlijk vergeten is wat voor dubieuze rol ze in de vorige eeuw hebben gespeeld. 1 op de 8 Amsterdammers zijn hier toen weggevoerd. De meeste vanuit heel West-Europa zijn uit Nederland weggevoerd. 1 op de 8 Amsterdammers. En iedereen keek de andere kant op. Ja, ja. Dan denk ik, ik zal nooit de andere kant op kijken. Dat is het eigenlijk weer. Je ziet nood, dan moet je helpen, klaar. En dan mag je niet de andere kant op kijken.